In de loop van de geschiedenis zijn er miljarden mensen gestorven. Maar de dood van één persoon is uniek. Die van Jezus Christus. Waarom is hij gestorven? Had zijn dood een doel? Om daar antwoord op te krijgen, moeten we terug naar het begin van de menselijke geschiedenis. In de Bijbel wordt uitgelegd dat God de mens Adam had gemaakt als een volmaakt mens, zonder zonde. Hij mocht van elke boom in de tuin van Eden eten, op één na. God gaf het eenvoudige gebod dat hij van die specifieke boom niet mocht eten. Die boom stond symbool voor Gods recht om te bepalen wat goed en slecht is. Zolang Adam Jehovah bleef gehoorzamen, had hij het vooruitzicht om voor eeuwig in het paradijs op aarde te leven. Maar Adam had geen waardering voor de goede dingen die God voor hem had gedaan. Hij koos ervoor God om gehoorzaam te zijn. Daardoor verloor hij de mogelijkheid om voor altijd te leven. Maar zijn ongehoorzaamheid had niet alleen gevolgen voor hem. Al zijn nakomelingen hebben de dodelijke gevolgen van zonde geërfd. Mensen waren zelf niet in staat te ontkomen aan zonde en de dood. Ze hadden iemand nodig die ze zou redden. Daarom zorgde Jehovah er via een wonder voor dat een van zijn volmaakte engelen als mens naar de aarde kwam. Jezus was een volmaakt man, net zoals Adam was geweest. Maar in tegenstelling tot Adam bleef Jezus gehoorzaam. Dat stelde hem in staat om zijn leven te geven als een losprijs in ruil voor velen. Maar waarom was de dood van één man gunstig voor alle mensen? Stel u eens voor, de manager van een grote fabriek steelt geld van het bedrijf. Daardoor komt het bedrijf zwaar in de schulden en moet het de deuren sluiten. De werknemers verliezen hun baan en kunnen hun rekeningen niet betalen. Velen lijden door de corruptie van één man. Maar stel nu dat een vriendelijke en gulle man medelijden heeft met de werknemers die het moeilijk hebben. Hij betaalt de schuld en heropent het bedrijf. Door die ene schuld te betalen, helpt hij al die werknemers en hun gezinnen. Adam is als de corrupte manager. Toen hij in opstand kwam, liep hij een enorme schuld op in de vorm van zonde en gaf deze door aan zijn kinderen. Jezus is als de gulle man. Toen hij zijn volmaakte menselijke leven opgaf, betaalde hij de schuld van zonde en maakte hij het voor ons weer mogelijk om eeuwig te leven. U vraagt zich misschien af, wat doet Jezus op dit moment? En hoe kunnen we voordeel hebben van wat hij in de toekomst gaat doen? Die vragen worden besproken in les 4 van de brochure God heeft goed nieuws voor ons. U kunt de brochure downloaden op jw.org. Jehovah's getuigen willen u graag helpen de Bijbel te onderzoeken. Vraag online een Bijbelcursus aan. Dan komt de getuige u bezoeken op een tijd en plaats die u uitkomen.